Hallo Black Legion en welkom bij een nieuwe part van Grid 2, seizoen nummer 4 van de WSR. We gaan beginnen met de Rockstar Race Series en daar gaan we beginnen, simpel gezegd. We hebben allerlei nieuwe auto's hier, of allerlei nieuwe valtuigen kwam mee. De 8C, de NSX-R, die 8C is een stuk sneller. Dan hebben we de badass Mercedes die fucking lomp is en fucking ziek. Dan hebben we de Viper die ik echt crap vond. En we hebben de Corvette. En met de Corvette hebben we nog steeds niet gereden. Dus we gaan deze met de Corvette doen. Die heb ik toen wel gekozen in de vorige part. Maar met de 4x1 hebben we wel met de Viper gereden die ik echt crap vond. En de Corvette nog steeds niet. Dus vandaar. Nog 3 races en we hebben al 100 races gedaan in de singleplayer. Dat zijn er al best veel. Dat tikt aardig aan. En dat was een reuzenrad. Ah, oh, mooi. Chicago, in the past, ring. Oké. Nee, wat is onze eerste race ook van de WSR en alle championships die er zijn. Dat gaat wat worden. Kom op, Corvette. Stel me niet teleur. First time on the track. Dat is helemaal niet waar trouwens, we zijn al eerder in Chicago geweest. Waarschijnlijk niet in dit gedeelte, maar we moesten het rustig aan doen, zei hij. Dus gaan we het rustig aan doen en we zullen dus luisteren naar die jongeman. Niet dus. Dikke vinger. Hey, kijk, vuurwerk. De Corvette rijdt wel chill. Ik moet toegeven, hij rijdt fijn. Hij drift wel een beetje door de bochten. Maar dat is een controleerbare drift die ook wel fijn is eigenlijk. Moet ik zeggen. Je kunt hem, zoals ik zei, je kunt hem controleren. Dus, oftewel besturen, zeg maar, een controleerbare. Klinkt een beetje raar van, ik een stapel. Laat mij jouw drift zien. Nee, maar gewoon te besturen. Je kunt hem er zelf makkelijk in krijgen, dus dat is perfect. Dat is iets minder perfect, dat is de achterkant. Maar dat is toch allemaal plastic, dus who cares. 3 rondjes. Zijn er nogal wat? Om eerlijk te zijn. Op een baan die ik niet ken. Oh. Hij heeft echt een lelijk achterkant. Maar mis je ook de achterlichten. Echt alles is weg. Mooi is dat. Normaal blijft het achterlichten nog omdat het een aparte unit is. Maar bij de Corvette is het één... grote plastic, want het is echt gewoon plastic. Plastic achterkant, de Top Gear is ook wel vaak laten zien. Je kunt er gewoon indeuken, het past niet eens. Het staat echt bol en op spanning. Zo gauw als je er aankomt, dan plopt hij. Net zoals je een fles hebt, bijvoorbeeld een plastic fles, en je drukt ergens anders dan plopt hij weer. Zo is dat daar net zo, omdat hij op spanning staat. Dat is echt gewoon erg. Dan betaal je nog zoveel geld voor een auto, en dan past hij niet eens in elkaar eigenlijk. Dat is best wel erg en dat kun je nou dus ook heel goed zien dat die achterkant een beetje apart is. Maar dat valt wel op. Maar voor de rest, hij rijdt wel prima. Hij rijdt fijn, moet ik zeggen. Dus dat is goed. Hij rijdt een stuk fijner dan die Viper. En die Viper was echt crap. Die corner hoeft helemaal geen minder speed te hebben om rond te gaan. Wat lul jij? Oh, die wel. Oké, maar even een rewind. Wie hem dat kan. Hallo. Mooie show geven voor iedereen natuurlijk. Beetje ruim door de bochten rijden. Dat vindt iedereen heel leuk. Is ook wel leuk. Dus, dat is iets enthousiast. We gaan een donut erin gooien. Puur omdat mensen dat leuk vinden altijd. Beetje crashen vinden mensen eigenlijk ook wel leuk. Daar kijken heel veel mensen ook naar. Of voor eigenlijk. Beter gezegd. Fuck off jij. Laat me met rust. En de race is natuurlijk weer uber makkelijk. De enige die bij ons in de buurt komt is die andere Corvette. En die kunnen we toch zo beuken. Dus dan hebben we er ook nergens geen last meer van. Dus echt, echt moeilijk is dit niet, om eerlijk te zijn. En we gaan het laatste rondje in. Dus dat komt helemaal goed. Oh, dat kwam iets minder goed.
Wat engine damage. We hebben engine damage, dat is kut. En dat is ook best wel apart, want de engine zit achterin. Als ik het goed heb. Bij deze of niet? Nee, zit al voorin. Never mind. Ik zei niks. Sorry. Dat dacht ik, maar dat was niet zo. Deze heeft een hele rare kofferbak. Namelijk. Vandaar. Volgens mij tenminste niet. Nou, dan breng ik mezelf aan twijfelen. Ik weet het niet meer. Achter zit ook wat. Die heb ik wel eens video's gezien dat ze achter een kloten zijn. Maar oké. Het zal wel. Ik laat mij er niet over in. Ik ga gewoon... Ik heb niks gezegd. Helemaal niks. Ik heb het gewoon gemute in de recording. Nee, zo ben ik niet. Ik edit er niks uit eigenlijk. Vrij weinig. Eigenlijk nooit. Als ik erover nadenk, eigenlijk nooit. Ik edit nooit echt iets. Oh, kijk. Een mooie tunnel. Man. Kijk eens, we gaan driften door de tunnel. Ik voel me nou helemaal bazig. Yay! En we'll cross the finish line. Met geen achterkant meer. Dus zonder achterkant. Met geen achterkant. Dus met geen patat. Met geen mayo. Met geen patat. Dat zou crap zijn. Dan krijg je alleen een bakje met mayo. En Gripsy is hier nog niet mee bezig. Yay! Ik ben de eerste van mijn vrienden die dit raced. Yay! Of die dit race, die dit speelt zo op deze manier. Career, longest drift, 199 meter. Nog steeds. Dat zal ook niet snel veranderen. Yay, nieuwe dinges. Wee. We hebben weer een nieuwe baan, een nieuwe ronde. De tweede ronde en hierna nog eentje weer. In totaal zijn er 9 race series hier. En dat links van ons, als je denkt van wat de fuck is dat voor auto? Dat is een Aston Martin Zagato uit mijn hoofd. Het is een aparte Aston Martin. Hij heeft een beetje een andere stijl dan de rest eigenlijk. Maar hij is op zich wel mooi. Niet super lelijk. Mijn race-stijl en racekunsten zijn iets minder mooi op het moment. Er rijdt nog een Jaguar XKS rest dingetje, weet ik niet meer. Jaguar weet ik niet zo goed en ik weet alleen iets met F-type en E-type en zulke dingen. Maar welke dat precies is, weet ik niet. Ik denk de XKR, maar ik kan het helemaal mis hebben. Daar moet je me echt niet op vastpinnen. Dat ging een beetje mis. De fuck gebeurde daar. De motor zit voorin, zie je dat? De motor zit voorin, dat was overduidelijk te zien. Oh my god. Weer knal ik tegen die barriers op. Kom op, Corvette. Ik weet dat jij echt half geen Corvette meer bent. Maar jij bent een kapot vet, zeg maar nu. Je bent niet kapot vet trouwens. Oh my god, daar ging ons wielen. Ons voorwiel is kapot. Hey, kijk. Roze gebouw. Een homo gebouw. Nee, ik heb niks tegen homo's. Geen paniek. Voor iedereen die nou zegt... Hé, maar ik ben homo! Ook met zo'n stem. Ja, met zo'n stem. Oh god. We blijven ook gewoon nog vierde, hè. Met op een vuil. Met geen band. Met zonder band. Ik ben echt goed bezig met mijn spraakgebrek volgens mij vandaag. Niet te zuinig. Naar rechts, naar rechts, naar rechts. Dank u. Fuck off, Mercedes. You can take him. Jongen, heb je gezien hoeveel wielen ik heb? Fucking hell, ben geen Reliant Robin. Nou ja, eigenlijk rijd ik liever in een Corvette met 3 banden dan in een Reliant Robin. Vooral in de bochten. Ik doe ook gewoon mijn best nog om het velg eerste te worden. Wat dacht je daarvan? En ik denk niet dat het ons gaat lukken. Dat weet ik haast wel zeker. Ik doe mijn best, maar ik ben daar bang voor. Want al die fucking bochten, die nakken ons. En had ook. Maar we gaan het gewoon proberen. Zoveel mogelijk resume dingen gebruiken. Fuck off, jongen. Vuile Mercedes. Ik krijg cholera. Ah, fucking hell. Ik denk dat we zo gewoon even restart gaan doen natuurlijk, maar... Onze achterweg werkt ook maar voor de helft. Yay! Dat is fijn.
We zijn in ieder geval nog voor de Mercedes, nog steeds. Ja, ja. Derde plek op Rotten. Gewoon pro driving skills hier. Naar links wil hij wel heel wat driften, naar rechts wil hij totaal niet draaien, zo'n beetje. Komt puur omdat daar de band dus kapot is. Maar ik doe mijn best om hem zover te krijgen. En het gaat nog redelijk goed. Moet ik eerlijk toegeven. En nou haalt hij Mercedes ons weer in via links. Dan heeft hij een beetje een neiging toe tenminste. Maar wij zijn goed aan het driften naar rechts. Naar links is ook opeens een probleem geworden voor die auto. Kom op, kom vet. Lief zijn. We komen steeds dichterbij bij plek nummer 2. Ja. Dat is gewoon erg. En we moeten nog 2 rondjes. Dit is echt gewoon erg. Gooi, je car is pretty banged up. No shit fucking Sherlock. Fucking hell, wie heeft die jongen ogen gegeven? Fucking hell. BP Ultimate, fuck af jongen. Oplichterij, merk. Shell V-Power net zo trouwens hoor. Dat is al bij onzin. Dat werkt alleen bij hele hoge PK dingen. Dat je er iets van merkt. Waarschijnlijk bij mijn auto merk je er ook iets van. 2 PK ofzo. En bij een Ferrari merk je misschien 5 PK. Dat zijn gewoon de grootste onzin ooit. Tuurlijk, je haalt wel iets meer. 5 PK, het is een winst. Maar 5 PK is niet echt veel. Dat is niet, nee. Dat is gewoon niks. Voor Bugatti Veyron haal je waarschijnlijk 10 PK. Wauw, dan heb je 1210 PK in de Supersport. Maar dat werkt niet eens. De hele ding gaat er niet op lopen, denk ik. En dat is dure business om je Bugatti elke keer bij te vullen met V-Power of BP Ultimate. Voor de mensen die nog niet door hadden wat ik eigenlijk over bezig was. Het was over BP Ultimate. Dat is een andere brandstof, net zoals Shell V-Power. Die extra prestatie levert voor minder verbruik ofzo. Nou, dat is een beetje gezeur. En wat het hele corrupte is dan. Is als het zo goed is, hè, waarom geef je dan niet iedereen dat? Nee, waarom alleen de mensen die meer geld willen uitgeven? Dat is toch gewoon slecht? Dat is zeg maar... Hier heb jij, noem maar wat, vlees. Als je het lekker vindt, rauw. En alleen voor de mensen die geld hebben, die kunnen het gekookt of gebraden. Koken doe je niet van vlees. Het gebraden krijgen. Maar dat is toch gewoon corrupte bende. Iedereen geeft je rommel, zeg maar. Gewoon rauw vlees. Iedereen wordt er ziek van. Gaat er dood aan. Maar alleen het goede spul, gekookt. Gebraden. Het spul kook je niet. Gebraden, dat... Is alleen voor mensen die geld hebben. Dat is gewoon een vuile corrupte bende. Dat is gewoon niet lief. We krijgen 14 punten. Ik ga dat... gaan we dit doen? Eigenlijk ben ik nog redelijk gedaan. Fuck it ook. We gaan gewoon in derde plek. I don't fucking care. De volgende winnen we toch. Dus fucking care. We gaan gewoon door met die op een velg. Dat was gewoon de beste ronde die ik ooit heb gereden. En ik heb jullie wat uitgelegd over BP Ultimate en... Ja, V-Power van Shell eigenlijk. Komt op hetzelfde neer, het is bijna onzin. Tenminste, de testen die ze toen hebben gedaan, wees uit dat je echt... De ene had volgens mij nog minder PK. Met die brandstof dan met normale brandstof. Maar oké. We gaan de derde race en die gaan we wel met 4 banden rijden graag. 4, alle 4. Mag dat game? Alle 4? Ja, dat mag. Het is trouwens wel in the middle of the night. En het is een beetje crappy, want al die auto's die beuken mij en ik zie de weg niet heel goed. Vooral omdat mijn monitor zo lief is om zwart echt zwart te maken. Wat ik wel heel fijn vind trouwens, dat ik klaag er niet over, dat niet. Alleen het is af en toe in games een beetje lastig, maar dat wist ik toen ik deze monitor kocht. Dat alle kleuren gewoon echter zouden zijn en donker is echt donker. Het is echt een nacht, dus zwarter dan zwart krijg je niet op deze monitor. Omdat het puur IPS is. Voor de mensen die het willen weten. Ik heb het al vaker gezegd, maar voor mensen die nieuw zijn of wat dan ook, dan weet je gelijk hoe of wat. Daarvoor is een IPS-scherm voor grafische vormgevers om echte kleuren weer te geven. Een zwart is echt zwart. Is niet dat valgrijze wat je bij gewone LCD of LED monitor hebt. Nee, IPS is een ander paneel. Kut, ik had het eigenlijk willen zien wat daar ging gebeuren. Fuck off.
game. Niet lief. Fuck off, ja jongen. Wow, we're going to Ibiza. Niet. Kunnen we dit ook rewinden? Ik wil rewinden. Kunnen we dit ook rewinden? Oh, boom. Dat was leuk, we deden een barrel roll. Oké, hij is wow! What the fuck gebeurde daar? Ah, fuck! Heb ik nog een rewind? Nee, zeker. Nee, we hebben geen rewind meer. Kut. What the fuck gebeurde daar? Dat was echt... Hij stond een beetje stil. We stonden naast hem en nu is... stond hij stil. Dat was gewoon raar. Reden we nu, dit is de raarste part ooit. Vanaf nu. Dus er was nog wel een raardere part komen ooit in een andere game. Maar in deze game... Come up. You got to move it, move it. Met jouw Jaguar XKR dingetje. Hallo Corvette en Viper. Ga eens aan de kant, meneer Viper. Jij bent een vuile, vieze, gore raap. Wat de fuck ben je? Oh, kijk eens, blaadjes. Zo mooie blaadjes komen allemaal op ons afgevlogen. Het is herfst, jongens. Eigenlijk is het hoogzomer en is het iets van 39 graden buiten. Dat is de warmste dag van het jaar. Bla bla bla, die bla bla. Oh fuck. Wow, dat was een vangrail. Dat ging nog maar net niet goed eigenlijk. Het ging niet goed. Ik kan wel zeggen dat ging nog maar net goed, maar het ging niet goed. Ik moet niet liegen. Hé, kijk, mist. Damp. Vocht. Het verder gaat het wel goed trouwens. Bij mij ook. Ik ben niet gestoord bezig of zo. Oh fuck. Wat een mooi vuurwerk. Oeh, dat was de voorkant. En ik moet zeggen, die Corvette rijdt echt chill. Hij rijdt echt fijn door de bochten. Ik kan door de bocht, door de bocht, door de bocht. Heel veel auto's die houden echt grip. Als ik door de bocht ga, zeg maar, dan blijven ze steken. En op een gegeven moment zeggen ze, nee, fuck you, ik doe niet verder. En deze... Hier ging het wel een beetje mis natuurlijk. Maar deze die zegt dan, oh, jij wilt nog verder door de bochten. En dat mag, dan maken we er een drift van. En dat is eigenlijk best wel fijn. Want hoe meer ik naar links ga, bijvoorbeeld zoals nu, nou ja, het gaat niet helemaal omdat ik het hoogsnelheid aanhoud natuurlijk. Maar... Oh, fuck. We gaan weer de boom in. Laat ik eens even gaan remmen daar. Goed ook, ik remde net ook al, maar even iets meer. Zo. Maar hij gooit hem dan zoals hier, zeg maar, hij gooit hem verder. Kijk, en dan gooit hij hem in de drift. Dat zie je wel, want dan gaan de banden roken. Dat is op zich best wel chill. Vooral in de wat langere, snelle bochten. Op een gegeven moment, zoals hier, dat is een perfect voorbeeld. Dan gooit hij hem in een drift. En dat red je dan nog net om door die bochten heen te komen. Dat is... Ja, ik weet niet. Dat is wel fijn. Hij rijdt goed, die auto, moet ik zeggen. Echt heel goed. Veel beter dan die Viper. Die Viper was echt crap. Gaan we even een rondje rijden. Net zo makkelijk, want je weet nooit wat er nog voor ons aankomt. En waarschijnlijk crashen we aan nog en gaan we dood. We de hele fucking race overnieuw doen. Daar hebben we natuurlijk geen zin in. Dus we rijden wel even zonder achterlichten. Zou je dan niet nodig. Ik ben wel benieuwd eigenlijk als we de voorlichten kapot hebben. Dan zien we ook vrij weinig, denk ik. Ik ben benieuwd of dat werkt eigenlijk. Maar ik heb geen zin om te crashen. Om die voorlichten te vernachtelen. Het is wel een leuk idee, maar... Nee, dat gaan we niet doen. Oeh, we gaan echt... Oh, ik kan zeggen, we gaan echt die vangeren kussen en daar deden we het al. De vonken spatten er vanaf. Zoveel liefde was er tussen die auto en... Wat een flauwe grap. Net zoals een band opbouwen met een auto. Dankjewel. Ik weet niet meer wie het zei, voor mij Miguel. Niet meer zeker. Ik kan een fout hebben, sorry als ik de fout heb wie die comment plaatste. Ik vond hem wel grappig. Ik moest er wel om lachen. Kijk eens naar. Oh, over de kop. En tegen de paal aan. We gaan rewinden. Over het dak. Wat mooi. Oh, deze race duurt lang, langs de Côte d'Azur. Wat niet de Côte d'Azur is volgens mij, maar ik heb geen idee. Ik heb nu opgelet waar we aan het racen waren. Staat dat hier ergens? Nee, natuurlijk niet. Mogen wij hier alsjeblieft finishen? Dank u. Zeer vriendelijk. Nee, niet crashen, niet crashen, niet crashen. Tot bij. Als hebben we de voorbumper, dat past beter bij elkaar. Fucking hell. 10 second lead. Ja, nou tegen de tijd dat ik tegen die fucking dingen eigenlijk in al ben, niet meer.
Dat was best wel slecht. Pok, pok. Oeps. Maar dat was de eerste. We hebben gewonnen. Yay. Dat ging goed. Dat is een crappy. Ik weet niet wat ik vandaag heb. Alles ging al mis. Don't Starve ging wel dood. Wat heb ik nog meer opgenomen? Oh ja, DLC Quest heb ik opgenomen. En dat heb ik allemaal vandaag opgenomen. Allemaal een beetje in voren werken. Zoveel mogelijk. Fijnst voor mij. Maar we hebben wel 8 miljoen fans. Yay! Dat is zoiets. Maar ik doe mijn best. Maar ik heb volgens mij gewoon vandaag mijn dag niet voor het commentaten ook. De KTM, de X-Bow, dat is echt een ziek ding. Die is echt wel chill. Maar wat ook chill is, is de Ariel Atom. Dat is ook een fijn ding. En ik denk dat wij voor de Ariel Atom gaan, maar die is sneller. Als ik het goed heb. En die anderen krijgen toch via Vehicle Challenge. Wauw, we hebben zelfs 3 dingen. Yay, X-Car! Yay, ik had het bijna goed. De XKRS was het. Die gaan we nog even doen. En dan gaan we in de volgende part gaan we de andere Vehicle Challenges doen. Want er zijn er nog 2, dus dat is de XKR hebben we nu. Hopelijk, ik hoop echt, ik zou die game echt gewoon gaan knuffelen. Als wij de Audi R8 zo meteen krijgen als Vehicle Challenge, denk ik niet. Maar we hebben wel de Mercedes laatst gekregen, maar dat zal nog wel even duren voordat we de Audi R8 krijgen. Maar ik weet niet welke auto en de X-Bow. Maar ik zou niet weten wat die tweede auto is. Geen idee, maar daar komen we zo wel achter. Ik vind de XKR, de Jaguar, vind ik op zich wel mooi deze. De XKRS bedoel ik, sorry. Jaguar ben ik niet een super grote fan van aan de ene kant, maar ik vind deze nog wel mooi. Hij ziet er nog wel, wel sportief uit. Hij kijkt alleen een beetje te blij van voor. Hij ziet een beetje uit als een vis. Vind ik. Maar ik vind al snel dat auto's lijken op een vis. En ik vond een Ford Ka altijd van de achterkant op een soort eekhoorn slash hamster lijken met van die dikke wangen. Zo'n echte oude Ford Ka dan, niet de nieuwe, de oude, de begin Ford Ka. Maar dat is mijn mening, zo hebben we wel meer auto's ogen. Oh, dat. Ik was zo blij dat ik die muur niet raakte dat ik de vangrail raak. Goed bezig. Zonder bumper is die auto ook nog wel mooi. Nou lijkt hij minder op een vis. Wow, wat what the fuck had ik voor spasme? Ik had opeens al een bocht naar links. Dan laat ik naar rechts gaan. Ik weet niet wat ik had. Zoals ik zei, het is niet vandaag mijn dag. Dus de volgende part van Grid 2 gaat ook echt een ramp zijn. Die ga ik hierna opnemen. Dan heb ik alweer genoeg opgenomen voor vandaag. Want dan ben ik er ook alweer zat van. Nee, valt op zin nog mee. Maar ik heb nog meer dingen te doen. Ik vind het nog steeds leuk wel om te commenteren. Alleen de ene dag ben ik iets moe hoor. Ik heb echt kort geslapen. En ik moest veel opnemen, veel uploaden, veel editwerk en van alles en nog wat. Dus ik heb gewoon kort geslapen en dan weer 's morgens de commentaries opnemen. Ik weet niet, ik word gewoon een beetje moe van. Oh, ik ben gewoon moe. Mijn ogen die staan nog steeds op 2:30 s'nachts. En het is nu 11:30. Dus overdag. Voor de middag, zeg maar. Dus het is best wel erg. Dus niet dat ik net wakker ben ook. En ik ben om... hoe laat was ik wakker? 8:00 ongeveer. Want ik moest nog veel opnemen, dus... ging ik er eerder uit. En ik sliep pas om, weet ik veel hoe laat. Laat in ieder geval. Dus vandaar dat mijn racekunsten wat minder zijn. En eigenlijk alles minder was, volgens mij. In de afgelopen video's. Die ik heb gerecord. Niks aan te doen. Gebeurt nou eenmaal. Er moeten wel video's komen natuurlijk. En iedereen heeft zijn dag wel eens niet. Over het algemeen heb ik mijn dag altijd wel, eigenlijk. En ben ik nog wel vrolijk, dat is het niet. Niet dat ik mijn dag heb van, oh nee, ik zit allemaal niet meer zitten. En dat ik, weet ik veel, ga snijden, zelf mijn plegen, depressief ben. Al die shit, sommige mensen hebben daar last van natuurlijk. Eén stelt zich meer aan en die heeft er, oh nee, ik ben wakker geworden om 8:55 in plaats van 9:00. Nou ga ik huilen. Sommigen die stellen zich echt aanzaam aan, maar anderen die hebben echt legit reasons. Dat werkt niet, hè. Engels en Nederlands combineren helemaal niet met de ogen op 2:30. Maar ja, dat terzijde. Denk ik. Ik weet niet meer wat ik het over had, namelijk vandaar dat ik dat terzijde zeg. Goed opgelet, inderdaad. We gaan het redden. We gaan de tijd redden, hoor. Geen paniek. We gaan de tijd niet redden, hoor. Geen welpaniek.
Geen, wel paniek. Wel paniek. Oh, we hebben hem gehaald. Nog 4 seconden over. Oeh, wat lucky. Oeh, zo lucky. Yay, vehicle unlocked. Dan wil ik weten wat de volgende vehicle is. En dan gaan we dat in de volgende part doen. Finishing position first. No fucking shit, Sherlock. Objectives completed. No. We hebben weer 3. Oh, de volgende is KTM, X-Bow. En dan hebben we nog weer 2 auto's. Waar de fuck over die game al die auto's zag. Oké, nou, dat gaan we dan in de volgende part doen. Ik hoop dat jullie nog wel een leuke part vonden natuurlijk. En ik zie je weer in de volgende video. Laters. Wil jij altijd de beste deals hebben en vertrouwde games kopen zonder op allerlei websites een account aan te maken? Dan ben je bij Kingwing aan het juiste adres. Voor meer informatie klik op de link in de beschrijving.